Naar Leefbaar Rotterdam, want die wil een verbod op de luidsprekers rond de moskee. Ja, het gaat om die oproep voor het vrijdagsgebed. En Leefbaar Rotterdam wil dat daar een einde aan komt door een verbod in te stellen. Tegen het AD zegt hij, waarom moeten mensen op straat Allahu Akbar horen? Het is natuurlijk een navolging van een hooglopende discussie in Amsterdam. Daar is namelijk ook de vraag, moet je dat nou met een versterker naar buiten brengen of niet? Zelfs de GroenLinks-burgemeester Halsema zei dat niet wenselijk te vinden om die oproep dus versterkt te verspreiden. Volgens Eerdmans past de aankondiging niet bij de Nederlandse cultuur van orde en rust en pleit hij dus voor een verbod. Het is wel zo dat in Rotterdam-West al 20 jaar een moskee via een luidspreker die oproep doet. Hij was daar niet van op de hoogte. Roos, in Amsterdam speelt dit dus ook. Wat vind jij? Ja, ik vind het ingewikkeld. Ik heb er niet zo'n last van, persoonlijk. Maar ik begrijp tegelijkertijd als je heel erg schrikt van de woorden Allahu Akbar, dat je die liever niet door de microfoon door de straat hoort schallen. Wat vindt u, meneer Heerma? Want er wordt natuurlijk ook al vaak die vergelijking gemaakt met de kerkklokken en wat dat dan anders zou maken. Ik vind zo'n verbod ook ingewikkeld. Want we hebben in het land vrijheid van godsdienst. Ik denk echter wel, en dit gaat om de Blauwe Moskee in Amsterdam, wat ze daar doen heel onverstandig is. Want de discussie en de zorgen die er zijn juist over terreur, waar Allahu Akbar op een andere manier bedoeld wordt. Ik heb het idee dat hier op een verkeerde manier een provocatie gezocht wordt door zo nadrukkelijk deze discussie nu te starten. Dus ik vind het heel onverstandig. En dat heeft dus in de gemeenteraad in Amsterdam ook toegeleid. Dat eigenlijk van links tot rechts nu iedereen zegt, we willen dit eigenlijk op deze manier. En ze gaan dus, dat heet dan een APV, de gemeentelijke verordening, kijken of ze daar ook wat aan gaan doen. Ik heb niet het idee dat de Blauwe Moskee de samenleving zichzelf een dienst bewezen heeft door op deze manier deze discussie te starten.